De bundeling van de krachten van licht. De geestelijke missie van de UFO's is een boek over UFO's, maar dan anders. Het is geschreven door iemand die met ze gewerkt heeft en ze van binnenuit kent. Benjamin Krem ziet de aanwezigheid van de UFO's als een planmatige gebeurtenis die van onschatbare waarde is voor de bewoners van de aarde. Volgens Benjamin Krem zijn de UFO's en de mensen die ze besturen op een spirituele missie om het lot van de mensheid te verlichten en onze planeet te beschermen tegen verdere en snellere verwoesting. Onder leiding van Maitreya, de wereldleraar, die nu onder ons leeft, werkt onze eigen planetaire hiërarchie onvermoeibaar samen met de ruimtebroeders in een broederlijke onderneming om de mensen op aarde weer bij hun zinnen te brengen. Benjamin Krem zegt dat alle planeten van ons zonnestelsel bewoond zijn, maar op stoffelijke niveaus die het huidige gezichtsvermogen van de mens te boven gaan. De zogeheten etherische gebieden. De ruimteschepen bestaan op dezelfde niveaus in etherische stof en hebben volledige controle over de energieën in de ruimte. Onze ruimtebroeders zijn niet alleen de makers van de graancirkels, maar bereiden op aarde tevens de weg voor een nieuwe technologie van licht, die ons onbeperkt energie van de zon zal leveren. Wanneer we oorlog voorgoed uitbannen en proberen in juiste verhouding tot elkaar te leven, zal deze technologie ons gegeven worden. Volgens de geestelijke hiërarchie van zowel onze eigen planeet als van onze zusterplaneten in ons zonnestelsel is het voor juiste verhoudingen nodig om een eind te maken aan wedijver, ten einde een tijdperk in te luiden van samenwerking, rechtvaardigheid en vrijheid. Ruimteschepen van Venus, Saturnus, Jupiter, Mars en zo creëren de graancirkels waarvan de meesten gevonden worden in het graafschap Wiltshire, in Zuidwest-Engeland, omdat Maitreya zich in Londen bevindt. De graancirkels zijn de visitekaartjes van de mensen die de UFO's bemannen, als teken dat ze hier zijn, zonder de mensen te alarmeren of onze vrije wil aan te tasten. De vaartuigen zijn zo gemaakt dat ze in enkele seconden de meest complexe vormen kunnen maken, met een diameter van soms wel honderden meters. Zo geavanceerd is hun technologie. Wanneer hij er naar gevraagd wordt, zal Maitreya over de ruimtebroeders spreken. Zij zijn onze broeders en zusters uit ons eigen planetaire stelsel. De hiërarchieën van alle planeten werken samen binnen een soort interplanetair parlement. Een ander deel van hun geweldige werk voor planeet Aarde bestaat eruit dat ze bezig zijn het magnetische veld van de planeet op het fysieke gebied te dupliceren. Dat energetische veld bestaat uit stromen, magnetische energie, en waar deze elkaar kruisen, ontstaat een draaikolk of krachtcentrum. Die krachtcentra publiceren zij ten behoeve van een nieuwe technologie, die ons zal voorzien
van een onbeperkte bron van veilige energie voor al onze behoeften, rechtstreeks van de zon. De wetenschap van licht, die de wetenschap van de toekomst is. Het is dus duidelijk dat de ruimtebroeders geenszins kwaadaardige monsterachtige aliens zijn, zoals zij vaak worden voorgesteld, maar dat zij hier op een geestelijke missie zijn om op elke mogelijke manier binnen de wetten van karma te helpen aan de stabiliteit en de toekomstige gezondheid van planeet Aarde te waarborgen. Wenst u dit boek te bestellen of wenst u meer te weten over transmissiemeditatie? Bezoek dan onze website transmissionbelgium.be.